We hebben Marianne Thijs vanzelfsprekend uitgenodigd en gevraagd om onze studiogast te zijn vanavond. Maar ze geeft er de voorkeur aan zich eerst grondig in te werken. En dan zegt ze, gaat ze daar graag op in. Dus daar houden we haar graag aan. Voor vanavond hebben we Kathleen van Bremt uitgenodigd, SPA-Europarlementslid. Deelt u het optimisme van de sprekers in de reportage? Is dit een waardevolle portefeuille? Ik vind die niet alleen waardevol, ik vind die ook onwaarschijnlijk belangrijk. En dat zeiden de inleiders ook wel. Diegene die nu een beetje smalend doen over het feit dat ze niet mededinging heeft. Ik denk dat die toch niet goed begrijpen waar we vinden dat Europa naartoe moet gaan. Na 5 jaar alleen maar nadruk te leggen op besparingen, sociale afbraak ook, is het nu eindelijk tijd om een commissie te hebben die inzet op jobs, op groei en ook op sociale rechten. Ja, maar het is natuurlijk nog maar de vraag of de nieuwe commissaris daar echt werk van zal kunnen maken. Want sociaal beleid, werk, dat zijn nu net de domeinen waar de nationale regeringen eigenlijk nog heel veel hefbomen zelf in handen hebben. Mm-hmm. Europa coördineert alleen maar. Niet helemaal waar. Het is wat wij noemen een gedeelde bevoegdheid. Er zitten delen van de bevoegdheid al op Europees niveau. En de rest zit nog bij de lidstaten of gewesten of zelfs lokaal. Dat klopt. Maar je kan als je wil, en dus als je politieke moed hebt, en ik denk, en ik ben er zelf zeker van dat Marianne dat heeft, dan kan je heel wat in beweging zetten. Zoals ik geef een voorbeeld concreet? Ja. We hebben een heel hard campagne gevoerd bij de Europese verkiezing en ingezet op het recht op een inkomen voor iedereen die gaat werken. Dus het recht op een minimumloon voor alle Europeanen. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is een sociaal recht. Dat willen we verankerd zien op het Europese niveau. Juncker heeft zich tijdens de campagne eigenlijk aangesloten bij die eis. Dus ik ga ervan uit dat Juncker het daarmee eens is. Marianne daar het mee, en de EVP. En dus uiteraard de Sociaaldemocraten. Dan heb je al een commissie. En een Europees parlement. En dan moet je de Raad nog overtuigen, want dat is een kwestie van politieke wil. Dat zijn andere regeringsleiders en absoluut. En als je die stap bijvoorbeeld gezet hebt, dan heb je niet gewoon een klein steentje, maar eigenlijk de rivier van Europa al in een andere richting gezet. Ja. En waarom zou dat nu wel kunnen en voor die niet? Want de naam van de vorige commissaris van Sociale Zaken en Werk, ja, die doet niet Andor, veel belletjes. Andor. Ja, u moet hem beroepshalve kennen. Ja, absoluut, ik ken hem ook een beetje persoonlijk, maar dat klopt. Hè. Die heeft heel weinig gedaan of mogen doen. Hè. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor veel andere beleidsterreinen. Hè. De uitdaging klimaat bijvoorbeeld, de uitdaging energie, daar is de afgelopen 5 jaar niets op gebeurd. Wij hebben een commissie gehad die met onwaarschijnlijk veel schrik gekeken heeft naar die financiële crisis die op ons is afgekomen, die bezig geweest is met het redden van de euro en dat dan eigenlijk een beetje half en half gebeurd is. En die heeft op alle andere terreinen die te maken hebben met ambitie, vooruitgang, zoals klimaat, zoals het sociale, bijna niks gedaan. Ik wil, en ik denk velen met mij, in het parlement, maar vooral ook de Europese bevolking, dat we een andere Europese commissie krijgen. En Juncker heeft gezegd dat hij daarop gaat inzetten. En het zal uiteraard niet alleen van Marianne afhangen. Nee. Het hangt van die hele commissie af. Maar mevrouw Thijssen, zal zij hefbomen in handen hebben om meer jobs te creëren? Want daar gaat het in de eerste plaats om dan. Hè? Ja, samen met anderen. Uiteraard zit zij daar niet alleen. Uiteraard zijn er commissarissen bevoegd voor het economische, voor investeringen. We hebben afgedwongen dat Juncker de komende jaren 300 miljard opnieuw gaat investeren. Samen met de private sector. Onder meer op energie, onder meer op die digitale agenda. En Marianne is mee bevoegd om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld jongeren mee aan de bak komen. De jeugdgarantieregeling. Om ervoor te zorgen dat die jobs met de nodige sociale rechten worden gecreëerd. Want dat is ook belangrijk. Het gaat niet alleen over meer jobs. Het gaat ook over jobs waar mensen een deftig inkomen mee verwerven. Maar u zei het zelf al, ze zal moeten samenwerken. Ook onder leiding van een vice-commissaris. Die eigenlijk nog altijd plannen van de commissarissen kan tegenhouden eventueel. Ja, zit daar niet een probleem? Moeten er niet heel veel mensen overeenkomen voor er iets kan gebeuren zoals het nu is? Want het organigram is veranderd. Ja, he? Daar komt dat het klopt. Neer. Dat is natuurlijk in Europa vaak. He. We hebben al 3 instellingen. Wij moeten heel veel compromissen maken. We denken vaak dat we in België veel compromissen maken, maar in Europa doen we dan nog veel meer. En dat is goed. Ik moet wel zeggen, ik heb een gezond scepticisme ten opzichte van een nieuwe systeem. Ik moet het voordeel van de twijfel geven. He. Het kan zijn dat die coördinerende vice
voorzitters, dat die ja, de visie ontwikkelen en op die manier een lange termijn ontwikkelen en goed coördineren tussen al die andere commissarissen. Maar het zou kunnen dat het een soort van geïnstitutionaliseerd meningsverschil wordt. Want wat is het probleem, vind ik? Die vicevoorzitters, die hebben wel een heel mooie titel, maar geen enkele bevoegdheid. Dus die moeten inderdaad ja, met ze doen voordat samenwerken. Je het weet, beginnen, ja. Dat is goed, maar misschien beginnen ze zich ook, voordat je het weet, met iedereen te bemoeien. Dus we gaan zien. Ik kijk daar met een beetje scepticisme naartoe, maar het voordeel van de twijfel, ik zeg in ieder geval vind ik, moest ik kunnen kiezen, en ik denk dat voor Marianne Thijssen ook geldt, tussen zo'n vicevoorzitterschap of tussen een echte portefeuille waarmee je de dingen in gang zet, zou ik toch gaan voor die echte portefeuille.